Hallo, mijn naam is DutchTuber. Leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Als je een baas bent, doe dan alvast even een like. Oké, vandaag heb ik iets nieuws bedacht. Iets wat ik graag zou willen gaan doen. Dit is een nieuw iets wat ik op mijn YouTube kanaal zo nu en dan wil gaan doen. En dat is het anoniem reageren op reacties onder mijn video's. Anonimiteit is de afgelopen tijd... Dat klonk echt heel dubbel op. Anonimiteit is de afgelopen tijd natuurlijk best wel een probleem op het internet. Mensen zetten de raarste dingen op het internet terwijl ze anoniem zijn. Anoniem. Zeg dat woord heel vaak en je beseft je eigenlijk gewoon wat voor een debiel woord het is. Anoniem, 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 anoniem. Maakt verder niet uit. Vandaag gaan wij er ook misbruik van maken. Vandaag ga ik namelijk niet als Job, a.k.a. DutchTuber, op reacties reageren onder mijn video. Maar als... Ik weet niet eens wat mijn naam is. Als... Aslalalaafasdrve. Oftewel... We beginnen met deze video. Ik heb mijn zwembad 20 jaar niet schoongemaakt. Klein beetje clickbait. We gaan eens even kijken bij de nieuwste reacties. Je bent niet eens 20. Touché. Hoppa. Oh. Ik heet in één keer J.O.D. is dik. Dat is ook een leuke naam. Vraag je, waarom zeg jij dat jij dit hebt gedaan? Ik heb mijn zwembad 20 jaar niet schoongemaakt. Waarom zeg ik dat? The power of clickbait. Wacht eens even. J.O.D. is dik. Oh my god. Ik wist niet dat die reactie daar zou staan. Maar toch is mijn YouTube kanaalnaam geworden. J.O.D. is dik. Illuminati confirmed. Leuke video. Hoe doe je emoties bij je reactie? Door 10 keer met je hoofd op je keyboard te slaan. Vandaar dat ik de afgelopen dagen een hersenschudding heb. Als ik gewoon in een zwembad zit, is het meteen smeriger dan al die zwembaden bij elkaar. Deze guy is gewoon zichzelf aan het roosten. Het is een echte stinkert. Iemand zegt HJB. Oftewel, hou je bek. Is goed. Doe jij dan mijn afwas? Geen idee wat dat met elkaar te maken heeft, maar ik heb gewoon iemand nodig die mijn afwas doet. Dus vandaar. Job, maak meer video's met J-hoen. 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 Dat is niet hoe je zijn naam schrijft. Maar J-hoen die is dik. J-hoen die is dik. Hij is fucking dik. Ik weet hoe dat komt. Dit is dus hoe het is om als een anoniem persoon te leven op het internet. Het is fantastisch. Oh ja, heb je de video niet geliked? Schaam je. Like nu. Zullen we gewoon eens even naar de parodie gaan? J-hoen die is dik. Ik bedoel, het thema staat toch al wel weer een beetje in J-hoen. Dus why not? By the way, het nummer staat nu ook op Spotify. Dus als je hem wilt checken, dan kan dat. Droomvideo voor J-hoen. Read more. De McDonald's gaat rijk worden. Oh shit. Droomvideo voor jou. Ik slaap naast je moeder vannacht. Dat is trouwens wel echt gebeurd. Het spijt me. Ik had het daar eigenlijk nog met je over moeten hebben. Maar dat is dus niet aan de orde gekomen. Hoe heet die beat? The Root Sandstorm. Arme J-hoen. J-hoen. Waarom schrijft iedereen zijn naam verkeerd? J-hoen is niet arm. Hij krijgt altijd 2 menus als ik in het weekend met hem naar de McDonald's ga. True story. Blijft leuk. Blijft leuk. Met de korte ei. Bedankt. Bedankt. 99,9% autotune. Nee, dit is 99,9% autotune. J-hoen die is dik. Mijn stem is veranderd in een robotstem. Arme J-hoen. 419 mensen vonden J-hoen arm. Benige J-hoen. Snap je hem? Arme, benige, reply. Mensen gaan me haten. Are you serious? Heeft dit nummer gewoon 500.000 views gehaald? What the hell? Hij stond laatst nog op 300.000 of zo. Ik heb gewoon zin om even te kijken. Sorry, het spijt me zeer. Oh nee, de belasting is weer terug. Torrent uit de kast in snel, vlug, vlug. Ze willen me geld en ze willen me spullen. Door hun kan ik nooit mijn zakken vullen. Oh nee, de belasting is weer terug. Gekke Mahon zegt, geef me sokken terug. Shit, hij heeft het doorgehad. Kan niet, mijn ezel heeft ze opgegeten. Gelooft of niet, maar ik heb dat echt een keer als smoesje gebruikt. Ik vertelde dat ik in het weekend naar een boerderij ging en dat daardoor mijn wiskundehuiswerk is opgegeten. De leraar... Geloofde in het niet. Wacht, waarom schud je met je P uitroepteken EM3L? Waarom schud jij met je staart? Ik bedoel, kom op. 2 minuten en 35 seconden verspild van mijn leven. Ik heb deze reactie gelezen in geloof ik 9 seconden. 9 seconden verspild van mijn leven. Sukkel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Om mij als een anoniem persoon te zien reageren op reacties onder mijn video. Willen jullie dit vaker zien? Dan wil ik zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.